De storm Eunice heeft vrijdag 18 februari ook in onze gemeente De Bilt van zich laten horen. Veel kooplieden van de vrijdagmarkt op de Planetenbaan lieten het afweten en bleven thuis. Er vielen veel gaten in de markt. De echte klanten kwamen ondanks de wind toch hun boodschappen doen. Deze groenteboer was bang dat zijn geld zou wegwaaien, dus had hij zijn kassa in de truck geïnstalleerd. De middag begon nog redelijk rustig, maar rond 4 uur kwam het eerste alarm bij de brandweer binnen. Op de Kees Boekelaan lagen 2 berken over het fietspad die door de Bilthovense brandweer vakkundig werden weggezaagd. Vervolgens kwam er een bericht uit de Leie over een boom tegen schutting. En om 4:15 gaf de veiligheidsregio een noodmelding dat de alarmlijnen overbelast waren. De Biltse brandweer rukte uit voor een brand in de Tuinstraat, welke gelukkig bleek mee te vallen. Daarna werd uw reporter naar huis geroepen, omdat daar een dakraam door een tak kapotgeslagen was. In plaats van filmen werd het een noodreparatie verrichten. Het bleek dat de brandweer in Bilthoven deze stormdag zo'n 25 meldingen heeft moeten afwerken.